Michel van der Kroft, 2-sterrenchef van het Nonnetje in Harderwijk. Zojuist gekroond tot chef van het jaar de Gourmet 2016. Mag ik een eerste reactie? Ja, niet normaal. Ongelooflijk dat ik dit mag meemaken. Onverwachts. En dan wordt je naam omgeroepen. Wat ik al zei, net ook op het podium. Meestal heb ik het hoogste woord. Maar hier werd ik wel een beetje stil van. Want je viert dit jaar niet alleen deze mooie titel. Maar volgens mij heb je nog een ander jubileum te vieren. Ja, binnenkort 17 november ben ik 10 jaar meesterkok. En dat gaan we vieren met een mooie lunch in het Nonnetje. Ook dat is weer een prachtige mijlpaal. Mijn leven is een jongensboek. Ik heb de leukste baan van Nederland. Een prachtige job, een mooi podium. Een vrouw die me steunt en begrijpt. Wat wil je nog meer? Meer titels? Nee, meer zijn er bijna niet, hè? Nee, chef, even terug naar deze titel. Chef van het jaar. Had je een vermoeden? Had je het verwacht? Nee, ik was er niet mee bezig. Maar dat het dan gebeurt is des te mooier. De verrassing is dan ook des te groter. En het is geweldig om te mogen meemaken. Ik heb nu deze titel gekregen en dat is super tof. Maar ik wil wel benadrukken, in ons vak gaat het echt om teamwork. Alleen sta je nergens, maar samen kan je bergen verzetten. Dat is heel mooi gezegd. Gourmet typeerde jou als je gaat eten bij het Nonnetje. Geen kermis aan amuses, relatief eenvoudig. Kun je daarin vinden? Ja, nou, dat klopt wel. Het amuse-bombardement van 7-8 amuses hebben wij eigenlijk nooit aan meegedaan. Het zijn er 1 of 2. Maar proberen in die 1 of 2 amuses wel te raken. Het moet in 1 keer gelijk patsboom raak zijn. En daarna gewoon lekker genieten. Mooi menu, mooie smaken. En dat is heel bewust gekozen. Maar dat is niet iets wat we kort geleden bedacht hebben. Dat hebben we eigenlijk altijd zo gedaan. Want wat wil jij gasten meegeven die een avond komen genieten in het Nonnetje? Voor mij is koken mijn ziel op een bord leggen. En dat is wat ik wil meegeven aan de gasten. Mooie smaken, puur en eerlijk. En gewoon mijn smaken vanuit eigen identiteit gekookt. Samen met mijn team. Knallen in die keuken en die gast gewoon van zijn stoel afblazen met mooie gerechten, mooie smaken. Dat is wat ik wil doen. Wat is nu jouw eigen lievelingsgerecht wat nu op de kaart staat bij het Nonnetje? Nou, je ziet toch, mijn vrouw is Portugees en ik kom daar regelmatig. We hebben een huis daar. Ik word regelmatig uitgenodigd door collega's in Portugal. En het land en de mensen en geven me heel veel inspiratie. Dus je ziet bij ons steeds meer eigenlijk Portugees geïnspireerde gerechten. Carabineros, bacalhau, Portugese schapenkaas. Dat zijn de producten die je bij ons eet. Als ik er dan echt 1 gerecht uit moet halen op dit moment, is dat de carabinero. Dat is een diepzeegarnaal die gevangen wordt voor de kust van de Algarve. Zeer intens van smaak. Geserveerd met bakkeljauw, gorizo-olie en artisjok. Het zijn een paar ingrediënten bij elkaar. Maar het is mooi om te zien met dat gerecht, maakt niet uit wie het bestelt, dat de mensen erdoor geraakt worden. En dan zeg ik altijd, als het gerechtje op is, de kop uitzuigen. Want daar zit de meeste smaak. En mensen doen dat. En dat zijn dingen ja, die, waarmee we de gasten raken. Ik zie dat en dat doet me heel goed. Je bent tot 10e chef van het jaar gekroond. Een mooi rijtje voorgangers. Wat doet dit met jou om daartussen te staan, te mogen staan? Nou, kijk maar even naar het rijtje waarin je nu dag mag aansluiten. Ik bedoel, geweldige collega's. Je wordt er een beetje verlegen van. Het werd heel even stil. Ja, wat ik zeg, meestal heb ik het hoogste woord. Maar ik zag dit echt niet aankomen. En dan wordt je naam omgeroepen. Het gebeurt me niet vaak, maar ja, daar stond ik even met een mond vol tanden. Dankjewel, ik sluit af met een felicitatie. Ga het lekker vieren. Ja, dankjewel.